De nachtzoen. De nacht is een bolwerk van eenzaamheid. Het is maar goed dat de man met de meest geruststellende stem van Nederland zichzelf ondertussen goed gezelschap vindt. Deze 82-jarige kijkt terug op vele avontuurlijke nachten. Was hij toen onbetrouwbaar of alleen maar vogelvrij? We mijmeren mee met acteur Henk van Ulsen. Ben je een vriend van de nacht? Ja. En is de nacht ook een vriend van jou? Soms. Hangt er vanaf met wie ik hem deel. Vertel. Nou, je bent natuurlijk niet 's nachts altijd alleen. Hoewel, nu wel. Vaak, toch. Ja? Anders dan vroeger. Ja, vroeger voelde je gewoon gegeneerd tegenover jezelf, geloof ik. Als die nacht niet op die manier, als je begrijpt wat ik bedoel, gevuld was. Mm-hmm. In het avontuurlijk, in het afwisselende. Mm-hmm. Want ik ben altijd vrij grillig, zo niet een beetje onbetrouwbaar, mannetje geweest. Ja? Ja. Kan je tegen alleen zijn? Kan je tegen eenzame nachten? Ja. Ik betreur ze wel. Dus je kan ze beter besteden, bij wijze van spreken. Maar als je ze beter besteedt, dan moet je het ook goed besteden. En hoe doe je dat? Ja, hoe doe je dat? Ik ben niet een bezig. Ik ga niet de straat op. Of naar de bepaalde kroegen of wat dan ook. Want vandaag de dag het grootste zaak van de wereld is. Je kan overal terecht. Mm-hmm. Daar voel ik me helemaal niet meer thuis. En ik vind ook dat ik dat niet moet doen. Tegenover mijn gegevens. Mm-hmm. Ik wil niet afzakken in iemand die achter iets aanjaagt. Wat je zoveel ziet. Op elk terrein trouwens. En dat verdom ik, dat wil ik absoluut niet. En het is niet eens een zware vecht. Eigenlijk, wat dat betreft, voel ik mij behoorlijk uitgebalanceerd en gelukkig. Mooi. Wat heeft de nacht je te zeggen? Wat is dat voor een plek? Nou, dat heerst voor mij in de nacht iets, het ongrijpbare, het donker, waar ik niet bang voor ben, als kind wel, was ik bang in het donker. En nu heeft het ook juist iets uitdagends, omdat ik natuurlijk, kijk, ik heers over mijn eigen nachten. Dan voel je en ook met je vogelvrij en erg vrij. Maar het is ook, dan komen de spookbeelden ook op je af. Ja? Ja, die hebben met dood te maken, met de nacht die nog op een andere manier zijn aandacht eist. En de dood heeft wel spookbeelden voor jou? Ook, ja. Wat denk je dat er gebeuren gaat? Ja, ik word het twist, zeg. Ja, wil je het weten? Ja, ik zou willen weten wat ik daarvan eigenlijk van denk. Ik ben niet uitgesproken uit op de nacht. Ik heb ook geen nachtogen of gevoelens van in de nacht is dat scherper. Of occulte dingen, daar ben ik niet zo mee bezig. Ik hou heel erg van de stilte enerzijds, maar vooral ook van de rust van de nacht. En dat is niet eens rust dat je uitrust, maar ook de uitstraling die het heeft. Er is op een gegeven moment, is er die nacht, ook het onheilspellende van die nacht, omdat je niet weet wat die brengt. Hoe het met een ander is in die nacht, waar ik om geef. En dan heb je je eigen nacht. Het is wel een bolwerk van eenzaamheid. Ja? Ja, absoluut. En is eenzaamheid te dragen? Of, ik bedoel, wat is eenzaamheid? Ja. Geen tweezaamheid. Ja. op jezelf teruggeslagen zijn. En proberen jezelf niet te besodemieteren. Ben je goed gezelschap voor jezelf? Ik geloof het wel. Zolang de stroom maar doorgaat, het instrument of wat dan ook, het werkzaam is. En daar zorg ik eigenlijk wel voor. Ik ben vrij actief. Ja? Ja.